Goedenavond kijkers, ik ben Maïsha Neus van DTV Express en vandaag zijn we weer terug met een gloednieuwe aflevering van de Nieuwe Politiek. DTV Express is het veld opgegaan naar het Huis van het Volk, DNA, en heeft gesproken met Cedric van Samsung over diverse actualiteiten. Vandaag gingen we in gesprek met lid Belfort over de twee te behandelen wetten, namelijk de Valutawet, maar ook Investment Enterprise NV, ofwel Surfin 2.0. DTV Express gaat in gesprek met de Consumentenbond over de nieuwe app, maar ook de vele klachten die vanuit de samenleving zijn gekomen als het gaat om verschillende prijzen, prijsaanpassingen en woekergroei in de winkels. In gesprek met de econoom Anand Bihari over het crisisherstelplan en zijn kritische kanttekeningen. Blijft u kijken. Goedendag, de heer Cedric van Samsung. Dank u wel dat u tijd voor ons heeft vrijgemaakt vandaag. We zijn hier bij het parlement en er is natuurlijk de afgelopen tijd heel wat gebeurd. We zien dat er een valutawet wordt behandeld in DNA vandaag. En er is heel wat ruis ontstaan, ook verschillende berichten. Angst ingeboezemd dat mensen hun gelden ontnomen zullen worden. Kan u ons een beetje inhoudelijk hierover vertellen wat de wet in zal houden en hoe het uiteindelijk uit zal pakken voor de burger? Nou, alvast bedankt voor de gelegenheid. Maar het is belangrijk dat mensen via verschillende kanalen begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Kijk, het belangrijkste van die valutawet is dat er een stukje regelgeving moet zijn om geldwisselkantoren toch een beetje aan banden te kunnen leggen in wat ze doen en wat ze niet kunnen doen. Het gaat hier om mensen die valuta verhandelen. Toch mensen die in staat zijn een bepaald effect te hebben doordat ze een bepaalde mate van valuta bezitten. We praten hier niet over iemand die een 100 US dollar heeft. Niet over die taxichauffeur die van Paramaribo naar Albina kreeg en een 100 of 200 euro kreeg. Want je kan daarmee niet speculeren. We moeten gewoon de dingen zeggen zoals de dingen zijn. Het is verkeerd wanneer mensen bewust, ik zeg het weer, bewust proberen het volk angst in te pompen. Omdat dat is niet de bedoeling van die wet. Er is in de jaren 90 is er besloten om de cambio's toe te laten. Toch? Om dat ding van wisselen mami op straat te voorkomen. Kijk, ik ken dat toneelstuk nog van 1 op 10. Ik was toen 10 jaar oud en toen was de koers 1 op 10. Dus voor 1 Surinaamse gulden kreeg je toen 10, nee, voor 1 Nederlandse gulden kreeg je 10 Surinaamse gulden. Toch? Dus zo zie je dat er altijd ruimte is geweest voor bepaalde zaken. Maar toen men is overgegaan door het reguleren door die cambio's, dan was er toch een bepaalde mate van zekerheid van waar je die dollars kon halen en waar je het kon kopen. Wat er nu is gaan gebeuren, er is totaal geen wetgeving en regelgeving om bepaalde dingen in toom te houden, waardoor je ruimte laat voor speculatie. En mensen die kunnen speculeren zijn de mensen die de toestemming hebben om dat geld te verhandelen, of anderen die het doen zonder toestemming, maar het gaat niet om kleine bedragen, het gaat om grote bedragen. Laat me gelijk haasten om dit te zeggen. Geen enkele wet gaat een koers omlaag brengen. Dat is het eerste wat we moeten begrijpen. Nou, een wet Osaka akkoers. Die koers is een wetmatigheid die je hebt van je dollars die je inkrijgt bij de export en de dollars die je uitgeeft bij de import. En het is al jammer genoeg zo dat we een importgericht land zijn. Als je maar kijkt op de schappen, zie je verschillende merken en ze komen van het buitenland. Dat wil zeggen, er wordt SRD omgezet in dollars om die producten te kopen. Wat eigenlijk het beste zou moeten zijn, dat we onze productie moeten verhogen, waardoor we meer dollars binnenkrijgen en ervoor kunnen zorgen dat we minder importeren, dat we meer lokale producten gaan gebruiken. Maar dat is natuurlijk een long-term visie. Het is jammer dat je nu wel bepaalde maatregelen moet treffen om die speculatie tegen te gaan. Vandaar dat die valutawet, die wet op een geldwisselkantoren, nu onder de hamer ligt. De heer Adin heeft aangegeven middels een Facebook post dat de samenleving bang moet zijn omdat dit een onderdruksmiddel is en dat de staat op deze manier geld van mensen hun berekeningen kan afhalen en dat soort zaken. Naar mijn perceptie, als je op eerlijke wijze aan je gelden bent gekomen, ga je dat altijd kunnen verklaren, want er is altijd een papertje, zij het een bonnetje, zij het een transactie, vooral als het giraal gaat. Dus en controle moet daarnaast ook geen daad van vijandschap zijn, want er zijn mensen met enorme bedragen in Suriname waar ze geen belasting over betalen, of ze doen een kapitaalvlucht en dragen het geld weg. Wat is van hetgeen de heer Adin heeft verkondigd, wat is daarvan waar? Nou kijk, men zegt een vogel zingt zoals hij gebekt is en zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten. Wanneer wij beleid maken en wanneer wij controle uitoefenen op beleid, is het de bedoeling dat we kijken wat is belangrijker voor de gemeenschap. Niet belangrijker voor een kleine groep mensen die bij wijze van spreken in de afgelopen tijd heel veel geld heeft kunnen opslaan, dat ze niet kunnen verklaren. Dan ga je natuurlijk die vrees hebben, ja.
Dus als je weet van dat mensen dicht bij jouw cirkel mogelijk slachtoffer kunnen worden van wetgeving die gericht is om speculanten eigenlijk aan banden te leggen, dan ga je terecht die vrees hebben. Maar het belang van de volksvertegenwoordiger is om te kijken naar het algemeen belang dat telt voor de Surinamer. En wat telt voor de Surinamer? Een stabiele koers. Wij kunnen nimmer staan aan de kant van de speculant. Wij kunnen nimmer de mensen ondersteunen die grote geldsbedragen hebben, die het slachtoffer kunnen worden van deze wetgeving. Want het gaat niet erom dat mensen een vrees moeten hebben voor Gustavo-achtige praktijken, waarbij we mensen hun huis binnen kunnen vallen om 100 of 200 euro of 200 US. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een wet die ervoor moet zorgen dat het handelen in vreemde valuta aan banden wordt gelegd en dat de mensen die die handel wel plegen, dat die zich houden aan de vastgestelde regels. Dus en als meneer Adin moeite heeft met regels, ja dan, dat kan ik niets aan doen. Maar het belangrijkste is, we leven in een geordende samenleving. In wat agustaat we tang. Dus als we regels moeten maken om ervoor te zorgen dat de burgerij, de gemeenschap, de economie beschermd is tegen speculanten, dan moet dat komen. En als meneer Adin daar moeite mee heeft, dan is hij geen volksvertegenwoordiger, maar een speculantenvertegenwoordiger. Dat idee krijg ik. Mag Suriname van het parlement verwachten dat er in de toekomst ook een kaalplukwet zal komen om inderdaad mensen die op illegale wijze zichzelf hebben verrijkt, dat de staat daartegen kan optreden? Nou, er moet heel veel veranderen. Er moet heel veel gedaan worden qua onze wetgeving, want we lopen echt achterop. Ik zeg het gewoon Nederlandse wetgeving, want ons wetsysteem hebben we overgenomen van Nederland. En daar is men met innovatie steeds te werk gegaan om bepaalde zaken, nieuwe delicten te kunnen voorkomen. Wij lopen jaren achter, dus in het belang van corruptiebestrijding, ook in het belang van die National Risk Assessment, zullen we wetgeving moeten aanpassen. Dus waar u het daarover heeft, is deel van een van de zaken die zal moeten komen. Vandaag wordt ook in het parlement behandeld de Nieuwsurfing 0.2, om het zo te zeggen. Maar we zien ook dat Nieuwsurfing nog steeds niet volledig geliquideerd is. Het staat nog ingeschreven bij KKF. Er is heel wat reus als het hierom gaat. Wat is het verschil met New Enterprise, Investment Enterprise en Surfing NV? Nou kijk, laat me hiermee beginnen. Bij aanvang van deze regering, deze coalitie, is gesteld door een van de trekkers van de coalitie dat we kunnen fouten maken. En een fout is menselijk. Toch, de regering is onder een bepaalde druk om zo snel mogelijk financiële middelen binnen te hebben. En natuurlijk, wanneer je haastige spoed is zelden goed. Men heeft met haast gewerkt en men heeft steken laten vallen. En terecht dat wij hier bij interpellatie hebben gevraagd aan de regering, dat van Nieuwsurfing. En dat is ook uitgelegd. En het is stopgezet en men heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Er wordt steeds gehamerd op Nieuwsurfing, het liquideren van Nieuwsurfing, het opzeggen, het ontbinden van Nieuwsurfing. En dan heb je natuurlijk een heleboel juristen. Ik zeg aan alle volksvertegenwoordigers die hier zijn, waarvoor ben je hier? Ben je hier om de jurist uit te hangen? Ben je hier om het belang van het volk te vertegenwoordigen? Ben je hier om de rechter te spelen? Nee. We weten heel goed dat we hier in DNA zaken hebben besproken waarbij het ging om ook politieagenten die niet op een correcte manier in dienst waren genomen. We konden daar ook de jurist of rechter uithangen. Maar er is gekozen voor een middenweg. En we hebben ook hier de zaak gehad van 200 zoveel mensen die een beschikking hebben, maar geen missie voor hebben en niet op een correcte manier in dienst zijn genomen. We hebben daar ook niemand de jurist of rechter zien uithangen. Wat ik daarmee wil zeggen, als we kijken naar het electoraat, heeft het electoraat zijn stem uitgebracht. Niet om hier in het hoogste college van staat juristen en rechters te hebben, maar om volksvertegenwoordigers te hebben. Natuurlijk zijn er wat vragen over de nietige verklaring, of het nietig verklaren van NV Surfing. En waarom dat niet is geschied zoals de volksvertegenwoordigers die dat vragen dat willen. Toch? Maar voor mij, ik ben volksvertegenwoordiger. Ik kijk naar het belang van het volk in Suriname. En het feit dat die regering al heeft aangegeven dat New Surfing niet meer bestaat en niet meer zal kunnen bestaan, dat zet ik daar een punt achter. En het zijn dezelfde mensen die praten over de terugkijkspiegel of achteruitkijkspiegel, die zich meer focussen op New Surfing dat al is geweest, in plaats van te kijken naar het nieuwe waarmee de regering bezig is om daar te voorkomen dat we fouten maken. Natuurlijk kan je juridisch gaan staan op bepaalde strepen om politiek te willen scoren. Maar wat doe je daarmee voor die economie?
Wat betekent je daarmee? Dus ik bekijk zaken anders. Ik zeg, we moeten bereid zijn om het nieuwe dat nu moet komen om die investeerders te kunnen brengen naar Suriname, om dat wel correct en goed te doen. En alles van nieuw surfen. Want als de regering door zou gaan met nieuw surfen, dan hadden alle volksvertegenwoordigers die een punt van wilden maken, die hadden dan gelijk. Maar wanneer nieuw surfen aan de kant is gezet en men duidelijk bezig is met iets nieuws, en men maar blijft persisteren van ja, maar dat van nieuw surfen is niet afgerond, dan moet je je afvragen wat is belangrijk voor die volksvertegenwoordigers. Je naam maken, scoren, sensatie maken of echt kijken wat belangrijk is voor het volk. Ik denk dat het volk nu wil gaan naar een stabiele economie. En als we voor een stabiele economie investeerders nodig hebben, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij als volksvertegenwoordigers hier die randvoorwaarden helpen creëren door goede wetgeving en door een correcte manier van het starten van die nieuwe investeringsmaatschappij, waardoor wij geen fouten meer maken in het nieuwe waarmee we bezig zijn. Dus ik wil me niet zoveel focussen op surfen. Het is voor mij een gepasseerd station. Ja. Er is een Cessna-schandaal gaande op het moment. De minister heeft aangegeven dat sinds het onderzoek gaande is, er 2 keer bedragen terug zijn gestort. Weet u wie die bedragen heeft teruggestort? Die vraag hebben we ook gesteld en mijn wenkbrauwen zijn echt bijna helemaal hier gegaan. Want als ik gewoon het US dollar moet storten op een rekening, moet ik bijna 2 agendas aan documenten meenemen voordat ik een 500 of 300 US dollar kan storten. En een organisatie, een persoon of wie dan ook, stort eerst 150.000 terug, daarna 30.000 van iets dat eigenlijk zou moeten komen uit donormiddelen. Daarom ben ik blij dat we leven in een moderne tijd met YouTube. Iedereen kan nagaan, er was een NII-verslag, hoe trots men was dat donoren uit donormiddelen, de mensen van Apetina, een dorp helemaal in het zuiden, en daar wil ik niemand beledigen, maar laten we elkaar niet voor de gek houden, mensen die nauwelijks een buitenboordmotor, ja, met moeite hebben, en ze geven zelf in dat filmpje aan hoeveel steun ze nog nodig hebben. Hoe komen die mensen aan het geld om een vliegtuig te kopen? Wie was die donor? Toch, want er is gesproken over donoren. En na het onderzoek blijkt dat, wie is de hoofddonor? De staat Suriname. Dat wil zeggen, men is al begonnen met misleiding van het volk sinds toen. Het volk is toen misleid. Mensen hebben geloof gehad dat er een donor was die dat geld ter beschikking had gesteld, waarvan het geld letterlijk kwam van de staat van Suriname. Het was bedoeld om eigenlijk die Zuid-Zuid relaties van dorpen die naar dorpen contact moeten onderhouden. En wat lees ik daarna? Dat bedrijf dat geld heeft gehad van de staat om dat vliegtuig te kopen, is dat de staat nu aan dat bedrijf of aan die mensen 20.000 US dollar moet betalen voor het vervoeren of transporteren van mensen. Dus je bakt ons in ons eigen vet met ons eigen geld. Dus ik vraag me echt af, hadden we geen betere dingen kunnen doen met dat geld toendertijd? En het is heel vreemd dat men zoveel heeft ingezet om eigenlijk een vliegtuig aan te schaffen voor een, ja, en het moet zo heten hoor. Daarom vind ik het erg wanneer men de naam van de inheemse en achtergestelde misbruikt. Maar juist daarom, ik sorry dat ik je onderbreek, ik heb je gevraagd wie zijn die mensen die hebben teruggestort. Want het volk heeft recht op transparantie. En de NDP die regeert voet bij stuk, eerst was het niet waar. Vervolgens kom je in de West tegen dat er 400 kilogram drugs is verscheept in datzelfde Cessna vliegtuigje. De piloot is vrijgelaten achteraf. Dus er is een heel schandaal om dit ding gaande. En het heeft te maken met heel veel geld en dat zijn vermoedelijk staatsmiddelen. Dus zou u ons willen vertellen wie die mensen zijn? Kijk, en dat is het. Ik heb net zoals u, wil ik ook weten, het onderzoek is gaande. En tijdens het onderzoek is dat geld teruggestort. Dus er zijn veel vragen die wij gaan stellen waarop we antwoord moeten krijgen. Wie de mensen zijn, meneer Permisser, het lid Permisser gaf aan. We moeten mensen niet criminaliseren. Ik ben benieuwd wie nog gecriminaliseerd moet worden als we in aanschouwing nemen. Dat er zelfs gezegd wordt dat er drugs is getransporteerd met dat vliegtuig. Wie wordt dan gecriminaliseerd? Ik denk dat de staat dus nu bijna eigenlijk deel is geweest van een drugskartel, om het bijna zo te zeggen. Want de staat heeft dat vliegtuig dus gekocht. En daarom moeten we de vragen stellen. Net zoals u wil ik ook weten wie de organisatie is, wie de mensen zijn en wie heeft het teruggestort. En hoe kon het dat je 150.000 kon terugstorten zo snel? Terwijl de kleine man op straat, als hij 150 US moet zetten op een rekening, moet hij bijna 2 agendas aan paperwork meenemen. Ik vraag me ook af hoe het kan dat de piloot is opgepakt. De politie heeft ze klem gereden op vliegtuig Zorg en Hoop. 400 kilo is in beslag genomen. De persoon is aangehouden. Later is die 400 kilo teruggegeven. En de piloot is in vrijheid gesteld. En er is een Cessna ter waarde van 200 zoveel gekocht voor 450, als je me niet vergist. Dus
U heeft helemaal gelijk als u zegt de staat is betrokken in kartelpraktijk, als ik het zo hoor. Ik schaam me een beetje, want ik ben ook Surinamer. Op mijn ID-kaart staat Surinamer. En het is bijna schrikbarend om te moeten verklaren dat dit is gebeurd door jouw legitieme staat. En natuurlijk wil ik het onderzoek afwachten, zodat we geen onverantwoorde uitspraken doen. Maar de zaken liggen daar en we hopen dat het onderzoek een beetje meer duidelijkheid kan brengen in dit alles. En tot slot, Paul Somahadjo en Gregory Rusland zijn in opspraak geweest. Ze zijn benoemd tot staatsadviseur. Nu hebben ze als collectief gezamenlijk ongeveer 70.000 SRD per maand door verschillende inkomsten. En inderdaad, wettelijk stoot het zichzelf niet, want de wetgeving is nou eenmaal zo dat het toegestaan wordt. Maar toen ze in de oppositie zaten, sprak men heel anders en wou men 2-3 dubbele lonen tegengaan, spookambtenaren tegengaan. Korte vraag. Moet het zo zijn dat er wetgeving moet komen waarbij een ambtenaar in welke vorm dan, of een overheidsfunctionaris, maar één loon ontvangt van de staat Suriname? Ik denk dat het begint bij dat loon dat één ambtenaar ontvangt, moet staan tegenover prestatie. Ik praat niet eens over dubbele salarissen, ik begin met een enkel salaris. Wanneer we vakbondsleiders hebben, die roepen dat mensen hebben een missieve en een beschikking en dat de mensen moeten worden betaald. Daar al begint het. En dan ga ik één ding zeggen, volgens mij, als we ooit iets in Suriname een contest hebben voor de grootste hypocrieten, dat Suriname het kan winnen. Waarom? We hebben eenmaal een hypocriete bevolking. Want wanneer je praat over dubbele salarissen, moet je ook een probleem hebben met dat enkel salaris. Wanneer die man aan de onderkant, 5 dagen voor de verkiezing en 3 dagen na de verkiezing, een beschikking en een missieve krijgt, dat hij in schaal 11C zit en hij kan je niet eens wijzen waar hij werkt, maar die man moet 11.000 krijgen. Wanneer vakbondsleiders durven om deze mensen op te roepen en de staat onder druk willen zetten, dan vraag ik me echt af, als we al bij één salaris geen arbeider tegenover hebben, hoe komen we aan de tweede en derde en vierde salarissen? Kijk, laat me dit gewoon duidelijk zeggen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ik ben geen ambtenaar, nooit geweest. De eerste keer, de enige keer dat er geld is gestort vanuit de rekening van de staat op mijn rekening, dat is sinds ik DNA-lid ben. En ik zeg het begin bij die nieuwe generatie. Omdat bepaalde zaken zitten zodanig in Suriname vastgeroest, dat we niet kunnen beginnen aan de top. En de onderkant ondersteunt het. Want als die man, die minister, een dubbel salaris heeft, en hij regelt mensen om een salaris te krijgen zonder om te werken, en de mensen aan de onderkant dat ondersteunen, ga je dat van dubbele salarissen nooit kunnen aanpakken. We moeten beginnen met het enkel salaris en dat enkel salaris stellen tegenover een prestatie. Dan pas kunnen we kijken, we gaan kijken naar dubbele en die andere salarissen, want er is een verschil. Je hebt iemand die bij wijze van spreken een profession had als leerkracht. De persoon was leerkracht, deed het werk met alle passie, maar is verkozen tot volksvertegenwoordiger. Oké. Wat zeg je dan? De persoon is niet meer in staat om leerkracht te zijn, maar de persoon benadeelt de stadion. De persoon is niet leerkracht geworden nadat de persoon assembleelid was. Dus je kan dan niet zeggen van, je gaat abrupt die persoon zijn inkomsten stoppen als leerkracht, want dat is die persoon, dat heeft de persoon voor gestudeerd. Natuurlijk, je moet er beter naar gaan kijken. Ik ben niet iemand die gaat roepen, ja stop alle dubbele salarissen, want ik ben dat goed gaan bestuderen. Dat je hebt mensen die al eerder ambtenaar waren, zijn verkozen tot DNA-lid in een functie voor 5 jaar, en als je geen DNA-lid meer bent, moet je weer terug kunnen gaan in je functie. Waar ik tegen ben, is wanneer een DNA-lid als Melvin Bova een paar weken voor de verkiezing of na de verkiezing plotseling gebombardeerd wordt tot beleidsadviseur. Want welk beleid ga je adviseren als het beleid waar jij deel van uitmaakte is weggestemd? Daar ben ik sowieso tegen. En laat me dit ook zeggen hoor. Miguel van Assen is laatst benoemd tot beleidsadviseur. Ik ben er tegen. Waarom? We moeten beleidsfuncties niet gebruiken om mensen te waarderen. Laten we een goede analyse maken. Wat hebben onze sporters nodig? En laten we op basis daarvan wetgeving in place brengen. En elke professionele sporter die uitkomt voor Suriname een loon geven. Waardoor die man kan sporten. Maar als je die man gaat plaatsen als beleidsadviseur. En hij geen deel gaat zijn van het maken van het beleid. Dan hou je een beleidspositie bezet. Waarbij je iemand daar kan hebben die beleid kan maken. Dat is ook verkeerd. Dus we moeten onze visie ten aanzien van een heleboel posities, functies in Suriname drastisch gaan veranderen. Goeiedag lid Delvoort, dank u wel dat u tijd voor DTV Express maakt vandaag. We zien dat er in het parlement vandaag 2 zaken op de agenda staan, namelijk de nieuwe valutawet en eigenlijk Surfin 2.0. Ten aanzien van de valutawet is er op social media een bericht verschenen van de heer Adin, waarbij hij aangeeft dat de samenleving eigenlijk bang moet zijn, want deze wet gaat ervoor zorgen dat de staat eigenlijk gewoon gelden van mensen hun rekening kan afhalen. Wilt u ons vertellen of dit waar is en wat verwacht u eigenlijk dat de wet zal realiseren?
precies weet ik het niet. Er zijn veel onduidelijkheden, maar wat op papier staat dat ingediend is bij de DNA, dan vrees ik veel ellende voor de samenleving. En mijn mening heb ik niet onder stoelen of banken geschoven. Er zal een taskforce in het leven worden geroepen, die dan, als men weet dat bijvoorbeeld Maisha Neus valuta thuis heeft, kan men gewoon een leugen voor je doorgeven van ja, ze wisselt hoor. En dan kan die taskforce nu in jouw huis komen met of zonder toestemming. Als er geen toestemming is, dan gaan ze een inspecteur van politie, één inspecteur van politie erbij halen. En dan hebben ze toestemming en dan gaan ze in je huis komen om op zoek te gaan naar uw valuta, hoe u eraan bent gekomen. Dat hindert ze niet, dat deert ze ook niet. En gaan ze meenemen onder mom van geldwisselaar. En dat is iets waar ik tegen ben. Maar als je geld hebt, tegenwoordig zou je eigenlijk, als je op een eerlijke manier aan je geld komt, zou je altijd moeten kunnen aantonen waar dat geld vandaan komt, klopt? En daarnaast wil men ook stimuleren dat men hun geld op de bank houdt in plaats van thuis. Want we zien vaker bijvoorbeeld in het nieuws ook verschijnen grote geldbuiten buit gemaakt en noem maar op. Terwijl wanneer die gelden op de bank zouden zijn, dat een stukje criminaliteitbestrijding ook daarmee gepaard gaat. En vooral u, in uw expertise als politie, bent u daarmee oneens? Ik ben daarmee niet oneens, maar gezien de situatie in het land waarbij men moeilijk aan je geld kan komen. Je hebt je geld gebracht naar de bank, veilig. En wanneer je het wil lichten, hoor je 100 SRD in een dag of twee dagen, 200 SRD. Terwijl je misschien dringend, als je bijvoorbeeld 20.000 euro dan wel dollar hebt gebracht, heb je op dat moment misschien 1000 dan wel 1500 US dollar nodig, kan je het niet krijgen. Waardoor men dan een andere manier zoekt om dat geld thuis te houden. Dus ik blim de mensen niet. Maar het is de situatie in het land heeft gemaakt, dus dat men liever thuis dat geld houdt dan op de bank zet. Dus u zegt eigenlijk, voordat deze wet in place gebracht wordt, zou eerst het Surinaams vertrouwen in het bankwezen hersteld moeten worden en dat het weer optimaal gewoon gaat lopen, zodat mensen toegang hebben tot hun middelen, zodat de angst om inderdaad, want ik begrijp heel goed waar u vandaan komt, dat het heeft geen zin dat je geld hebt, je stort het op de bank, wanneer je het nodig hebt, dan kan je er niet aankomen. Iedereen klaagt daarover, niemand is daarover te spreken. Dus wat zou gedaan kunnen worden om eigenlijk dat herstel terug te brengen? Want aan zich is de wet, als het gaat over criminaliteitsbestrijding, zou het niet slecht moeten zijn. Maar natuurlijk, om te voorkomen dat ook gewoon onschuldige burgers de dupe ervan worden, moet er wat gedaan worden, toch? Ja, dus kijk, zoals het in het verleden was, toch? En daarom heb ik tijdens mijn interruptierondes steeds de naam van ex-president Venetiaans genoemd. En ik heb meneer Santoki, althans de regering, ook gevraagd, waarom gaat u niet bij meneer Venetiaan om advies? Want het land zit in diepe problemen. Nu probeert u eigenlijk het wiel opnieuw uit te vinden. Terwijl meneer Venetiaan tot 3 maal toe heeft getoond, zonder zo een valutawet, zonder allerlei vervelende zaken naar het volk toe gespeeld, heeft hij toch getoond het land uit de blubber te halen, zonder naar IMF te gaan. Tot 3 maal toe, jaren, ik weet het nog, ik reed langs cambio's. Niemand ging naar die cambio meer. Koers 2,78 voor de US, 4,14 voor de euro. Niemand had behoefte aan valuta. Als SRD had waarde, maar dat komt door het beleid dat meneer Venetiaan met zijn team heeft gevoerd. En meneer Venetiaan is toch in leven. Ik heb steeds naar hem verwezen. Hij is NPS'er, hij is thuis. Als ik de president was, zou ik in plaats van een waterhoofd aan kabinetsleden, meneer Venetiaan als mijn adviseurs hebben en met hem dan het beleid uitstippelen om dit land voor de zoveelste keer uit de blubbel te halen. Maar we zien meneer Venetiaan wordt niet geallieerd. Ik weet niet waarom, misschien omdat hij NPS er is, ik weet het niet. Maar hij is nog in leven en ik draag heilig de overtuiging, hoewel ik niet met meneer Venetiaan heb gesproken, zeer respectabele man, draag ik de overtuiging dat hij bereid zal zijn om
adviezen te geven, maar je gaat voorwaarden stellen toch? Je gaat zeggen, nee, bepaalde mensen moet je niet erbij halen. Je moet deze zaken, je moet stoppen met deze zaken. Want we hebben gezien, meneer Finichan heeft zijn kinderen niet geaccommodeerd, zijn vrouw. Dus hij gaat zeker voorwaarden stellen. En kennelijk wil meneer Satoki dat niet horen. Er is een Cessna-schandaal gaande op het moment waarbij een vliegtuig is gekocht voor meer dan $450,000. Het schijnt dat het vliegtuig is gekocht om binnenland verkeer voor de inheemse te verbeteren. Er schijnt ook 400 kilogram coke in dat vliegtuig te zijn gevonden. En nu zien we ook, dus heeft minister Agai-Bersin aangegeven dat tot twee keer toe er teruggestort is sinds er onderzoek gaande is naar de aanschaf van dat vliegtuig. Weet u wie de personen zijn die hier mee te maken hebben en die teruggestort hebben? En is dit een vraag die u gaat stellen in het parlement? Want de samenleving wil natuurlijk weten wie op deze manier eigenlijk misbruik heeft gemaakt van staatsmiddelen. Nou, die zaak, ik heb geen interesse voor die zaak, meneer Agai-Bersin. Terwijl die valuta wat hier behandeld wordt, probeert hij andere zaken erbij te halen. Maar het agendapunt was die valuta wat en de... NV, die nieuwe NV die wil oprichten. Dus hij haalt zaken door elkaar kennelijk om de indruk te wekken van hij is goed bezig. Maar ik heb geen informatie over Cessna, dat hoort bij de justitie. Als hij die dingen zegt, dan moet hij bewijzen leveren. Ik heb die dingen niet aangehaald. Begrijpt u? Als ik geen bewijs heb voor iets, wil ik ook niets daarover zeggen. Dus hij stelt... Dan moet hij bewijzen toch? Hij moest maar genoeg zijn om te bewijzen. Als hij dat niet kan doen, dan weet de samenleving precies wie meneer Agai-Bersin is toch? U heeft aangegeven dat in de zaak van de nieuwe NV, Investment Enterprise, dat u vermoedelijk niet zal stemmen, ook omdat Surfin NV nog niet geliquideerd is en er eigenlijk ook nog heel veel gammel of wankel is als het gaat om de oprichting van dit investeringsbedrijf. Kan u ons inhoudelijk een beetje meer daarover vertellen? Nou, het gaat zeker erom dat NV New Surfing, dat men beweert dat niet was opgericht. Ik heb het bewijs getoond. Die akte die gepasseerd is bij de notaris, Kalisin. De inschrijving van die akte in KKF-register. En dat geld, men zei, er is geen geld gestort. We hebben die vraag hier gesteld. Je kunt de zaken naslaan. Hoe de ministers bochten hebben genomen, bezijdens de waarheid hebben gesproken. Hier, maar ook in de media. Er is niets aan de hand, niets opgericht, enzovoorts. Ik heb die zaken getoond en er is gestort. Er is daar een bedrag van 510.000 SRD gestort. Ja? Waar is dat geld naartoe? Wie heeft het gestort? Wie heeft toestemming gegeven? Die zaken interesseren mij. En ik heb weer de vraag gesteld aan de president. President, hebt u toestemming gegeven mondeling dan wel schriftelijk? En wat voor consequenties gaat u verbinden hieraan? Geen antwoord. Tot 3 maal. Toen heb ik die vraag gesteld. Geen antwoord. En de vorige regeerperiode zat ik in het parlement, in de oppositiebanken. Was het confrère Yogi die met een KKF-uittreksel kwam zwaaien, waarbij 2 bewindslieden van het vorige kabinet in een NV zaten. En dat was aanleiding voor confrère Yogi om hier te bewijzen van dat mag niet, is in strijd met een ambtsinstructie, grondwet erbij gehaald en meneer Bodense moest die 2 mensen ontslaan. Nu, 2021, hetzelfde zien wij gebeuren met een New Surfing NV. De mensen zijn hier gekomen, bezijdens de waarheid gesproken, alles is zwart op wit bewezen en ze komen hier en ze proberen te lijmen en te plakken allerlei dingen. In mijn vorig beroep als politieman heb ik nimmer aan de zijde van de criminaliteit gestaan. Ik zal ook nu dat niet doen. In de toekomst zal ik dat ook niet doen. Met andere woorden, ik ga geen mensen die criminele handelingen verrichten verdedigen. We hebben de bewijzen op tafel gelegd. Begrijpt u? Dan moet je het principe van gelijke monniken gelijke kappen toepassen. En we zien dat niet gebeuren. De mensen zitten nog in functie. En zogenaamd is die NV opgeheven. Er was niets aan de hand, zei men, is nietig. En we hebben hier gevraagd
naar die nietigheidsverklaring. Die heeft heel voeten in de aarde gehad, alvorens we een stuk papier hebben gehad hier, zeggende, hier is die nietigheidsverklaring. En bij toetsing blijkt dat het niet de juiste manier is om die opgerichte NV nietig te verklaren. Dus je ziet, men probeert het parlement, het huis van het volk, in de maling te nemen. En ik mag me gelukkig prijzen dat ik rechten heb gestudeerd en ik weet hoe het hoort. Een aantal keer heb ik gezien hier dat dingen niet volgens de juiste regels gaan. En ik stel de zaken aan de kaak en om kort te gaan, dan negeert men mijn vraag. Maar ik weet wat ik heb gevraagd. De diepgang van die vraag weet ik. Begrijpt u? Ik zat op de juridische faculteit en ik heb met succes dat afgerond. Ik weet precies hoe de vork in de steel zit. En samen met mij, een aantal juristen luisteren, studenten van de juridische faculteit luisteren, rechters die rusten luisteren, officieren van justitie luisteren, advocaten, nationaal, internationaal luisteren ze. En ze horen een heleboel eigenlijk huisveel en keukentaal wat hier gebezig wordt, tijdens een NV die is opgericht. En dat is niet goed. Niet goed voor de president, niet goed voor de regering. Want daar op dat stuk staat, de president stuurt die nietigheid verklaren naar het parlement. En heeft een jurist die adviseur is van hem geadieerd. Dus zeg ik, waarmee is men bezig? Want ik kijk met een juridisch bril naar dat ding. Goeiedag, dank u wel dat u tijd voor ons vrij wil maken vandaag. Als eerste zou ik willen beginnen. Er is best wel wat commentaar geweest als het gaat om de nieuwe app. Ik heb ook met meneer Alene gesproken en hij gaf aan dat de app eigenlijk een beetje hetzelfde is als de vorige app en dat er dus eigenlijk niets nieuws is. Zou u ons een beetje meer erover kunnen vertellen? Over die app? Nou, over de klachten en commentaren die er zijn en hoe de app beter te maken enzovoort. Oké. Ik weet niet zo zeker of er klachten zijn, maar die app is eigenlijk een oude app. Ze hebben het alleen in een nieuw jasje gestoken. Mm-hmm. Ik weet niet of het dus echt effectief gaat werken, want het was een app die er al was. En als het toen misschien niet echt heeft gewerkt, waarom zou het dan nu wel goed toegepast kunnen worden? Dus naar uw perceptie is er geen nieuwe app, een nieuwe duidelijkere app gebouwd, maar eigenlijk gewoon dezelfde app die er al was omgezet, als ik het goed begrijp? Ja, want ze praten over een COSA app 3.0, dus het is gewoon een andere versie van diezelfde app. Oké, okay, maar ik heb wel de samenleving gelezen dat mensen niet echt toegang hebben tot die app en dat ze, want het zou eigenlijk dus bedoeld zijn toch om prijzen door te geven en je zou kunnen vergelijken en noem maar op. Maar is dat wel een effectieve manier om woekerprijzen tegen te gaan? Ik denk het wel. Het is wel niet zo'n handige app, want je moet registreren op de site en dan moet je je gegevens invoeren om toegelaten te worden en zo. Dus indien een app zouden willen handhaven, dan zou het bijvoorbeeld een app moeten zijn die je dan gewoon kan downloaden, net als WhatsApp bijvoorbeeld. Dan heb je het eenmaal in je telefoon en dan heb je niet dat hele gedoe van je moet gaan registreren en... Ja, is een beetje omslachtig inderdaad. Je zou gewoon misschien een app moeten hebben waarbij die je kan, gratis kan downloaden, waar je enigszins anoniem kan zijn en dan zou je bijvoorbeeld gewoon foto's of zaken kunnen scannen vanuit de winkels en daar kunnen uploaden als er bijvoorbeeld klachten of noem maar op zijn, toch? Ik heb niet zoveel verstand hiervan, maar dat zou denk ik wel een betere manier zijn. Ja, cool. Meneer Albert heeft aangegeven dat er een gesprek is geweest bij het kabinet van de president om te kijken hoe het allemaal beter aan te pakken. Kan u ons daar misschien een beetje wat meer over vertellen? Ja, dus dat is vandaag. Dus vandaag hebben ze zoiets gehouden daar, bij het kabinet van de president. Mm-hmm. Met Surinaamse ondernemers, je had het minister van de Consumentenvereniging, dus wij. Je had ook mensen van de centrale markt, Atmos was daar vertegenwoordigd. En
We hebben dus eigenlijk een paar gedachten gewisseld met elkaar. En er zijn ze technisch voorgedragen hoe ze dit alles kunnen verbeteren. Zou u misschien enkele van die suggesties zou willen benoemen? Die het bedrijfsleven enzovoort en alle partijen, stakeholders die er waren, hebben voorgedragen? In ieder geval kan ik wel de suggestie van mijn voorzitter, dat is meneer Albert Alene, aan u zeggen. Hij heeft voorgesteld dat ze een voorbeeld van een prijscalculatie zouden moeten geven aan de winkeliers. Mm-hmm. Zodat ze weten hoe ze zo'n prijscalculatie moeten doen. En dat ze die gaan handhaven in hun ondernemingen. Zodat ze dan geen prijs, zodat je geen prijsstijgingen hebt. En als je prijsstijgingen hebt, dat de consument weet dat dat de juiste prijs is. Okay, duidelijk. Of tenminste de prijs is die ze moeten handhaven. Ja, en is het zo dat, voor zover u weet natuurlijk, zal er dan gecontroleerd worden vanuit de overheid als het gaat om de winkeliers en de prijzen? Ja, er zal zeker gecontroleerd worden. We hebben een commissie ingesteld. Het is die commissie die, als ik het goed heb, de vliegende brigade. Ja. Ja, en dit is dan een commissie vanuit de regering die prijscontrole doet. Momenteel hebben ze aangegeven dat ze al zeker 180 winkels hebben aangedaan binnen een maand tijd. En dat ze volgende week gaan beginnen met het district Marowijne. En daar volgt dan district Alevini. Dus die prijscontrole doen ze wel. Oké, denkt u, voor zover u weet, gaat dat na verloop op dit moment wel goed? Want we hebben bijvoorbeeld ook gelezen dat er in de kranten stond dat er heel veel vervallen producten ook in winkels te vinden zijn. En we begrepen dat daar BOG over zou moeten gaan. Maar uiteindelijk zou de controle vanuit de overheid wat strenger moeten zijn als het gaat om de winkels, zodat de consument toch een goede prijs-kwaliteit verhouding geleverd krijgt. Ja, inderdaad. Die controle is, ik denk dat het nu, voor nu is het wel streng, want we hebben aangegeven dat ze bijvoorbeeld uit die 180 winkels hebben ze 15 zaken gesloten. Ah, oké. Okay. Die niet voldeden aan wat voorgeschreven was. Oké, okay, dat is wel een goede ontwikkeling. Ja, ja. Oké. Okay. Dus momenteel zijn we wel gerustig gestemd met de ontwikkelingen en de manier hoe ze dan dat aanpakken. Goeiedag de heer Bihari, welkom in de uitzending. Er is weer heel veel gebeurd afgelopen week. We zien dat de overheid recentelijk het crisis- en herstelplan heeft goedgekeurd. Kan u ons wat meer hierover vertellen? Kan u ons in hoofdlijnen aangeven wat een crisis- en herstelplan feitelijk inhoudt en wat het doel zou moeten zijn? Kijk. De regering heeft natuurlijk beloofd Suriname te redden. En om Suriname te redden heeft het bedacht dat het een nieuwe begroting moet indienen voor het jaar 2021. En daarnaast een zogenaamde crisis- en herstelplan. En wat het inhoudt in hoofdlijnen is, het crisis- en herstelplan is een beetje een nadere concretisering van de begrotingsplannen. En waar het om gaat is, we onderscheiden in het crisis- en herstelplan. De regering ziet daarin drie fases, in drie onderscheidende, traject van aanpak om bepaalde zaken te doen. We kennen zogenaamde crisis- of urgentiefase in het crisisherstelplan. En dat zou 9 maanden duren. We zouden dus eigenlijk kunnen zeggen, sinds het aantreden van de regering op 16 juli 2020... de regering binnen 9 maanden de crisis zou bezweren. De crisis zou aanpakken. En wat zou het moeten aanpakken? Namelijk de armoedeval waarin de burger was komen te verkeren. De burger heeft een te zware armoede geïncasseerd afgelopen 10 jaren, dankzij het rampzalig beleid van Desi Bouterse en Hoefdraad en consorten. En de regering wilde daarom het volk redden en dus een crisis- en urgentiefase ontwikkeld om snel maatregelen te nemen, de burger te gaan redden.
Daarnaast bestaat het crisis- en herstelplan uit een zogenaamde stabilisatie- of herstelfase. En dat zou 24 maanden in beslag nemen. Je zou kunnen zeggen vanaf het aantreden op 16 juli wilde de regering gedurende 2 jaar de zaken stabiliseren. Wat wil het stabiliseren? Namelijk het begrotingsbeleid zodanig inrichten dat er begrotingsevenwicht wordt bereikt. Geen te grote begrotingstekorten meer. En ook zou je kunnen denken aan stabilisatie van de koers van de SRD ten opzichte van de vreemde valuta. En daarnaast nog bepaalde zaken herstellen. De monetaire reserve bijvoorbeeld laten groeien. Een derde fase in het crisis- en herstelplan dat we onderkennen, dat we zien, betreft de groei- en moderniseringsfase. En dat zou dus eigenlijk in de laatste periode van deze eerste regeertermijn zijn, de periode, laten we zeggen, 2024, 2025. Dat is een beetje in hoofdlijnen wat het crisis- en herstelplan feitelijk inhoudt. Het klinkt allemaal prijzenswaardig en veelbelovend, maar wat gaat de regering precies doen? En dat is wat wij, het gewone volk van Suriname, willen weten. En hoe gaan ze het realiseren? Want we kunnen allemaal mooie plannen schrijven, maar de realiteit is vaker anders dan dat. Dus kan u ons daar een beetje over uitleggen? Kijk, de regering heeft 2 doelstellingen in hoofdzaak. Namelijk financiële en monetaire stabiliteit te realiseren. Dat betekent begrotingsevenwicht realiseren, niet te veel begrotingstekorten maken, niet te veel geld uitgeven. En 2 is, ze wil natuurlijk de economie stimuleren. Nou, daarvoor hebben we gezien dat het crisis- en herstelplan te weinig handvaten voor biedt. De regering heeft gezegd, we gaan een meerjaren ontwikkelingsplan maken voor de periode 2022-2026. Dus wat het feitelijk daar inhoudt, weten we niet. Dat is wat de regering als doelstelling heeft. En de regering heeft, om deze doelstellingen te willen gaan realiseren, heeft ze een aantal denkrichtingen ontwikkeld, namelijk ze wilden de staatsinkomsten gaan verhogen. Daar gaan ze maatregelen voor treffen. Ze willen een stand-by arrangement, zeg maar een rekening courant krediet bij het IMF lospeuteren. Ze willen daarnaast de subsidies aan het EBS afschaffen. Daarvan zeg ik, de regering moet het bewijs leveren dat EBS daadwerkelijk subsidie krijgt. Dat bewijs is niet gegeven. Ja. De regering wil daarnaast leningen aangaan bij de IDB en de Wereldbank. En de regering zegt, we gaan kapitaalinvesteringen doen, projecten ontwikkelen. En daar gaan we $4,5 miljard voor uitgeven. In 2021 ongeveer $200 miljoen. Dat is in hoofdlijnen wat ze zeggen. Als we er dieper op inzoomen, als we kijken van wat houdt het concreet in, dan zien we kernmaatregelen omhoog komen, zoals dat heet. De regering wil de brandstofbelasting verhogen. Dat heeft ze al gedaan in augustus, september met 1 SRD. De regering wil ook de omzetbelasting verhogen met 20%. En de regering wil de invoerrechten natuurlijk noodgedwongen verhogen. Dat ontstaat omdat de koers, de douanekoers, aangepast raakt. We zien ook dat de regering in september en per afgelopen periode 2 maal de SRD heeft gedevalueerd, in waarde laten dalen. Bijna 70% in waarde gedaald. En we zien dat de regering van plan is een zogenaamde solidariteitsheffing te gaan heffen. Dat wil zeggen, de zwaarste schouders moeten de zwaardere lasten gaan dragen. We hebben gezien dat de regering de hoogste belastingschijven, de belastingtarieven daarvan met 10% heeft verhoogd. Dat is wat de regering zegt te gaan doen, hè? Wat het wil doen, hoe het wil doen, om de doelstellingen te realiseren. Maar ik
Het klinkt alleen maar alsof de samenleving moet betalen. Dat is wat ik kort samengevat hieruit haal. Want het enige wat wij weten is, we moeten gaan naar een zwevende wisselkoers. En we moeten afstappen van de vaste wisselkoers, hoe pijnlijk het ook zal zijn voor de samenleving. En men moet gaan inzetten om productie, om valuta te gaan genereren. Maar u heeft ook een mooi ding aangehaald, dat de regering 4,5 miljard wil gaan investeren in Suriname. Waar komt dat geld vandaan? Kijk, de regering ook natuurlijk. Met de combinatie van extra belastingheffing geld binnen te halen en door te bezuinigen op subsidies. En nogmaals, de regering moet de bewijzen geven dat ze subsidies geeft aan EBS en SWM. Dat heeft de regering tot nu toe niet gedaan, klopt. Dus het planwerk is in die zin niet onderbouwd. Ja, maar goed. De regering heeft zich op de borst geklopt dat ze een geweldige crisis- en herstelplan hebben geschreven. Dankzij de inzet van Surinaamse deskundigen. We weten allemaal dat hun planwerk, hun denkwerk onvoldoende is gebleken. Ze hebben plotseling de koers moeten aanpassen. Ze zien de noden hoog worden in de samenleving. Ze gaan weer de brandstofbelasting voor de helft verlagen. Maar zo red je het land niet. Zo kom je niet uit de problemen. Daarom zeg ik, het planwerk is onvoldoende doordacht. Ja? Het heeft niet de beste kennis in huis geïncorporeerd, daarin opgenomen. En zoals je zegt, de koersen exploderen en de regering laat zien dat ze geen verstand hebben van wisselkoers. Economisch beleid. Wat houdt het in? De regering moet, zoals het IMF voorstaat, het gedachtegoed loslaten dat wij een vaste wisselkoers moeten hebben. De regering moet dat standpunt verlaten. Het IMF staat erop dat dat gaat gebeuren. En de regering moet het besef ontwikkelen. De adviseurs van de regeringsleider moeten dat besef gaan ontwikkelen. Je moet ophouden steeds je kop tegen de muur te blijven steken. Stoten. Je moet dat stoken. Sorry. Stoten. Dat moeten ze niet doen. Je opoi ai. En je moet een zogenaamde turnaround-strategie toe gaan passen. Wat houdt het in? Je moet niet blijven denken, ik hou vast aan vaste wisselkoersen. Ik hou vast aan geld lenen. Ja, dat moet je niet doen. Je moet het overboord gaan gooien. Namelijk vaste wisselkoers inruilen voor zwevende wisselkoersen. De markt moet bepalen wat de koers zal blijken te zijn. En twee, je moet ophouden met steeds de weg van leningen te bewandelen. Ja, al is het met particuliere NV's leningen binnenhalen, dat moet je niet doen. En de regering moet het besef hebben dat alle maatregelen dat ze tot nu toe hebben uitgevaardigd, in ieder geval de staatsinkomsten verhogende maatregelen, zullen veroorzaken dat de burgers verder gaan bloeden. Waarom zeggen we verder gaat bloeden? De koopkracht van hun loon, maandloon, hun salaris en van hun spaargelden gaat omlaag door al deze maatregelen, de inkomstenverhogende maatregelen. Waarom? Omdat deze maatregelen de inflatie in de economie verhogen. Iedereen weet het, alle burgers weten het, de prijzen. En John Bogatapse, Kring, Aladi. En ze hebben nu een app ontwikkeld om zogenaamd ondernemers aan te pakken en de prijzen te bedwingen. Maar zo werkt het niet. Een ondernemer is noodgedwongen gegeven de koers die hij betaalt om valuta te kopen, dat door te rekenen in de prijzen. Hij heeft er eigenlijk in die zin geen invloed op. Hij is een marktprijsnemer. Prijs van de koers moet hij accepteren en door rekenen in de prijzen van zijn goederen. Dat begrijp ik, meneer Bihari, maar we weten ook dat er meerdere factoren in Suriname zijn die invloed hebben op de koers en ook doen, zorgen voor koersopdrijving, waaronder cambiohouders en andere entiteiten in Suriname. Ja, we moeten afstappen van een vaste wisselkoers en gaan naar een zwevende wisselkoers, maar de sociaal-maatschappelijke klap die zal komen voor de Surinaamse burgers zal ook niet mals zijn.
Dus wat adviseert u eigenlijk dat er zou moeten gebeuren? Als u zegt dat de regering het op dit moment niet goed aanplakt en ook en volgens het plan niet goed heeft uitgestippeld. Wat zou uw advies zijn over hoe het aan te pakken waardoor de burger, zoals u het noemt, niet meer gaat bloeden? Oké, laten we een valse gedachte even gaan deleten. Het is onjuist te denken dat de cambiohouders de boosdoeners zijn. Begrijp je? Dat het gedrag van de cambiohouder is een symptoom. Waar is het een symptoom van? Dit symptoom heeft een oorzaak. En de oorzaak is die staatskasserol van de regering, Bouterse en zijn politieke vrienden. Zij hebben te veel SRD's in hun handen. Ze hadden staatscontracten, maar ze hadden dat niet in een economisch proces gestopt. Nee, de meiteka moni nomo uit de staatskas. Potena osso in de kluis. En die de longa de cambiohouders van hier heb ik SRD's, geef mij valuta. Dat is het probleem. Het probleem is niet de cambiohouder. Het probleem is die staatskasroof gepleegd door Bouterse en zijn politieke vrienden. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Maar het is niet altijd, het is niet alleen tijdens de regering Bouterse geweest dat cambiohouders, maar ook andere ondernemers, grootondernemers in Suriname, hebben gedaan aan kapitaalvlucht, maar ook belastingontduiking. Dus het kan een symptoom zijn, maar het heeft zeker wel gevolg. Luister, meisje. In de wereld moet je niet werken met pleisters plakken. Yo, dede. Dat is waar. Je moet het wezenlijke probleem aanpakken en oplossen. Als je die weg niet bewandelt, yo, dede, je ziet dat de mij dede toch? De broer toch? Amonifoeding, hun loon en salaris daalt in waarde. Hun geld bloedt dood. Hun koopkracht bloedt dood. Wat te doen, meneer Bihari? Maar dat was eigenlijk de vraag. Als de overheid het niet goed doet, misschien kunnen we ze vandaag middels u wat adviezen geven waar ze hopelijk wat mee doen. Nee. Als de regering de pretentie heeft, geef mij de regeermacht. Omdat ik een geweldige bestuurder ben, dan ga ik deze bestuurder erop wijzen. Nee, brada, you ne doro. You verstang chatu. Dat heb je laten zien op papier. Dat heb je laten zien in het dossier van Akimboto. Jouw adviseurs, jouw deskundigen kwalificeren niet. De man om aan toe, Aurokosa moest doen. Dat want dat je vadong en je mekavolk vadong keihard erbij. Dus wat je moet begrijpen van crisis en herstelplan, heeft maatregelen. En deze maatregelen laten het volk doodbloeden. En dat in zich moet ontstaan bij de beleidsformuleerders, de mensen die zeggen ik ben deskundige, ik ga het beste planwerk voor je schrijven en laten uitvoeren. Nee, dat is je bottleneck geworden op dit moment. Jouw denkwerk is inferieur, want je neemt maatregelen om het voor de burger te verergeren. Deem opoi ai van sana san fumi. Dan moet je je leiderschap tonen van hé, wacht even. Ik als leider heb verkeerde inferieure adviseurs aan het werk gezet. Ik moet ze eruit zetten, niet reshuffelen. Ik moet ze vervangen. Ja, de vorige regeringsleider kwam met een reshuffle policy. Ja, nee, je moet niet reshuffelen. Je moet snel vervangen wat je in huis hebt gehaald. Dat is het probleem. Snap je? Ja, maar u wil ook niet aangeven waar die 4,5 miljard vandaan komt. En u wil ook niet aangeven waar de regering anders zou moeten doen. Maar dat kan gebeuren. De regering zegt, ik ga 4,5 miljard waarschijnlijk over hebben als ik de burgers meer belasting laat betalen. Dus meer brandstofbelasting laat betalen, meer omzetbelasting laat betalen. En door de koersaanpassing zullen meer invoerrechten binnenkomen. Toch? En de burger zal de solidariteitsheffing in de inkomstenbelasting en loonbelastingssfeer betalen. Dus de regering rekent zich rijk. Wat dus kort samengevat, Suriname gaat betalen. Ja, nee, dat denkt hij. Ook die gedachte is fout, want dat zal niet gebeuren, want de burger naba moni, amoni no dina bij de massa. Het geld is bij die kleine politieke vriendenclub van Bouterse.
Waarom denkt u dat er de politieke wil niet is om het geld te halen daar waar het is? Want we weten allemaal dat Suriname ontzettend rijk is. We zien dagelijks ook gewoon dat er mensen met significante rijkdom in Suriname rondrijden en rondwandelen. Dus Suriname is niet arm. Maar inderdaad, het circuleert tussen een kleine selecte groep. En wij, de rest van het volk, willen ook graag ook een beetje keer mee eten. Dus waar, en de regering heeft beloofd, meneer Santokki nog, ik citeer, niet de samenleving gaat betalen, maar de corrupte politici die ons in deze situatie hebben gebracht. Waarom denkt u dat de president of de regeringsleider tot nu toe geen aanstalten maakt als het gaat om asset tracing, terugvorderen van gestolen staatsmiddelen enzovoort? Exactly. Precies, je stipt het aan. Maar daar heb je ook kennis en kunde voor nodig in huis, meisje. Je hebt al gezien, je hebt persoonlijk meegemaakt dat de PG, die zogenaamd met de Belastingdienst een samenwerkingscontract heeft gesloten, ook de PG en zijn mannen en vrouwen zijn onvoldoende bekwaam. En de mannen bij de Belastingdienst, dat zijn de grootste raddraaiers die je kunt hebben in het systeem. Je moet je Belastingdienst totaal vervangen. Ja? Het is een zwaar gecorrompeerde bende die ze daar hebben. Chan had beloofd, meneer Santokki had beloofd, goed overheidsbestuur. Maar je verkondigt, ik ga goed overheidsbestuur doen, maar je doet niet wat je moet doen, namelijk die bende daar bij de douane en de Belastingdienst naar huis sturen en nieuwe mensen binnenhalen. Hoe kon hij dat doen? Jij wil dat ik hem gratis advies geef. Hij zegt, hij heeft de relatie met Nederland verbeterd. We krijgen een nieuwe relatie. Dan vraag je aan die Nederlanders, je hebt zoveel belastingdienst en douane mensen op straat gezet, thuis gezet. Geef ze aan mij en we nemen de belastingdienst en de douane over en we gaan het draaien zoals het moet. Ja, dan heb je in ieder geval de lopende corruptieve handelingen tot staan gebracht. En hij gaat vragen welke mensen uit de diaspora bereid zijn hun accountancydiensten, hun juridische kennis, ja, ter beschikking te stellen. En hij moet die kennis gaan kopen, want deze kennis kun je niet gratis krijgen. Ja? Dat is wat hij moet doen. Heb je gehoord dat hij die weg heeft bewandeld? Nee, hij houdt het volk voor de gek van, ja, kijk maar, PG en Belastingdienst gaan samenwerken. We zitten in kom. Nee, meneer. Deze twee diensten zijn onvoldoende bekwaam om het op te lossen en de Belastingdienst en douane is zwaar gecorrumpeerd. De man dat nou los je problemen op. Ja? Je kent de uitspraak van Einstein. Hè? Iedereen heeft wel een beetje van Albert Einstein gehoord, denk ik. Deze wijze man had gezegd, zij die het probleem hebben veroorzaakt, kunnen het niet oplossen. Ja? Ja. Laat die daarvan leren. Dus niet alleen mooie verhalen de wereld ingooien van kijk maar, hè, we gaan samenwerken, procureur-generaal en Belastingdienst. Nee, dat is niet wat ik nodig heb. Ja? Een totale, complete schoonmaak van die douane en de Belastingdienst. Dat is wat er moet gebeuren. Nieuwe personeel bij de PG. Hè? We moeten betere openbaar ministerie van justitie krijgen die experts zijn op het gebied van fraudebestrijding, experts zijn op het gebied van de kaalplukwetgeving, snap je? Dat is wat we nodig hebben. Maar die man bewandelt die weg niet. Da fayo reda kondre. Fayo set in kom. You know set next. Beste kijkers, dat was het weer voor een aflevering van De Nieuwe Politiek. We zijn morgen weer bij u terug met een gloednieuwe aflevering. Fijne avond en tot ziens.